Hallo mensen, welkom bij deze eerste podcast van de Germaanse Makkers. We zijn hier met een paar leden van de Germaanse Makkers. We hebben hier onze host, Dominique. Goeiedag. We hebben hier Finn. Hallo. Lars hebben we hier ook. Hey. En we hebben hier Ryan. Hey. Jongens, wat heb ik nou gezegd over de podcast? Ja, Daniel nog een keer. Oké. Hallo mensen, welkom bij deze allereerste podcast van de Germaanse Makkers. We zijn hier met een paar leden van de Germaanse Makkers. We hebben hier de owner van de groep, Dominique. Goeiedag. We hebben Finn. Hallo. We hebben hier Lars. Mooi. En we hebben Ryan. Hey. Hallo, welkom allemaal. Intro, yo. Let's go. Ja, gezellig. Dus, Daniel. Dus. Wat is het onderwerp? Dus, waar gaan we het over hebben? Ja, we hebben allemaal nieuws gevolgd, of niet? Met wat de fuck in Amerika aan de hand is, jongen. Ja, joh. Kan niet toch? Nee, maar... waarom? Hebben het hier over Burn Loot Murder, of... Nee, we hebben het over de Capital die gestorven wordt. Over de Capital. Maar waarom? Hoe hebben ze dat überhaupt georganiseerd? Gewoon allemaal een bericht sturen naar elkaar. Yo. Om 3 uur eventjes voor de... Ik denk oprecht dat het net zoals de Area 51 raid is gegaan, alleen dan wel gewoon door serieuze mensen. Nou, dat ging iets te serieus aangezien er gewoon 4 mensen dood zijn. Ja, 4 dead rioters. Ik lees hier ook even op CNN Politics. Nee, maar oh, mooie, ik lees het hier ook even. Ze hebben daar gewoon allemaal Confederate vlaggen hadden ze, hè? Ja. Ja, maar... weet je, ze geven nu wel gewoon Trump de schuld. Dat wel. Trump die is gewoon overal geparkeerd, op Instagram of Facebook. Ja, maar hij is ook wel een beetje de lul. Want ik bedoel, hij doet hij zegt allemaal rare shit van dat het allemaal de fucking... dat de hele verkiezing gewoon corrupt was. Terwijl hij gewoon uitgestemd is. Maar weet je, nee, het is dus nog bezig. Maar weet je wat ik denk? Dat ze hem dat proberen uit te drukken, zodat hij niet meer terug kan komen. Ja. Ja, maar ze willen hem nu ook gewoon afzetten, zeg maar, impeachment, waardoor hij oneervol weggaat. Ja, de hele media is tegen hem, zelfs in Nederland. Ja, ik weet niet echt wat ik moet zeggen. Ik ben een beetje zenuwachtig, om eerlijk te zijn. Waarom ben je zenuwachtig? Je hoeft niet te denken aan de recording, hè. Het is gewoon gezellig met de boys praten. We zijn gewoon aan praten. Gewoon politieke discussies. Politieke discussies. Ja, maar ik doe aan mijn best om niet te schelden. Even misschien wel, leuk voor content. Zijn die nog Trump supporters en Biden supporters? Nee, ik heb wel liever Trump. Oké, even één voor elkaar. Wel één voor één, Ryan. Niet door iedereen heen. Even één voor één. Ja, dankjewel. Inderdaad. Ik heb wel. Ik doe het beide gewoon. Is het gewoon waardeloos. Maar als ik kijk naar. Ja. Hoe Trump het afgelopen 4 jaar gedaan heeft. Hij heeft het misschien op een randje gedaan van. Iedereen is tegen hem. Maar hij heeft dat wel goed gedaan, om het zo maar te zeggen. Daar kan je niet om kennen. Ben ik wel mee eens. Zij heeft het prima geregeld. Hij heeft het prima gedaan, alleen wel op een manier dat iedereen denkt van... nee. Ja, het was... hij heeft het, zeg maar, het is niet alsof hij het echt goed heeft gedaan. Ik vind meer, hij heeft het land staande gehouden. Hij heeft het slim gedaan, maar niet goed. Ja, hij heeft het land staande gehouden, maar ik bedoel... hij was eigenlijk gewoon een fucking dictator. Want Ryan, jij hebt wat zitten. Ik ben zelf nogal rechtspersoon. En als ik dan zie, dan is het dan eigenlijk, wie kies je nou, Zionist 1 of Zionist 2, weet je? Beide, ja. Sommige dingen zijn ze gewoon hetzelfde, weet je? Ik vind Trump goed met zijn immigratiebeleid. Mm-hmm. Maar ik vind Biden gewoon een oude man, laat ik het zo zeggen. Gewoon een maar Trump is ook al boven 50, hè? Het maakt niet uit, hij heeft blonde haren, hij lijkt jongen. Oké. Ja, maar ik denk niet dat het Biden de 4 jaar gaat volhouden. En niet vanwege dat hij afgezet gaat worden, maar gewoon... Hoe oud is die guy? 72 of zo. Nee, hij is veel ouder. Biden. Hij is al rond de 70 hoor. Hij is al bijna 80. Als de volgende verkiezingen aankomen, is die guy 82. Denk je dat ze... Nee. Wat was nou met hem en kleine kinderen dan? Nee, dat zijn allemaal fucking... Ja, dat zijn gewoon rumors om te gaan. Dat is met Trump ook zo. Ik geloof niet dat hij echt 30 vrouwen heeft gevraagd of zo. Ze zeggen bankafschriften en zo. Ja. Dat is gewoon onzin. Daniel, wat is je comment? Heb je nog comment?
Nee, niet echt. Dat is allemaal... Niet echt? Boys, dat is echt een typisch voorbeeld van de linkse media. Ja, maar dat is toch genoeg, dat bewijs nu ook maar. Ze geven Trump de schuld en ze zeggen dat hij in principe wat heeft aangespoord, wat nergens op slaat. Denk je dat Trump ik vind wel... moord worden? Ik vind wel dat Trump... Ik ga even nog een warme chocomelle halen. Nog is goed, ja. Doe maar lekker. Ik vind wel dat Trump wel een beetje die de storming heeft aangespoord. Want eigenlijk, als je het goed bekijkt, is omdat die kerel dus heeft geschreeuwd van de hele verkiezing was corrupt. Eigenlijk heeft hij gewoon die mensen, die vooral die eigenlijk Trump supporters, denk ik, gewoon aangespoord tot van, yo, het was corrupt, dus fuck Biden, een beetje op die manier. Maar, en dan kijk je naar die Biden supporters die dan het Witte Huis helemaal, of het Capitool bestormen, weet je, ja, dan dat is natuurlijk ook niet helemaal wenselijk, maar ik denk dat het de reden heeft met dat Trump het uiteindelijk allemaal corrupt heeft genoemd, zeg maar. Ja, ik denk niet dat als Trump gezegd had, de verkiezingen zijn eerlijk gegaan, dat iemand van de Republikeinen dan ook echt nog steeds geklaagd had van shit was corrupt. Het is wel gewoon, Trump die heeft dat idee en iedereen gaat erin mee. Ja, het zijn wel gewoon schaapjes volgende herder, zeg maar. Heb je dat ook gezien wat de nieuws zegt? Ze zeggen van iedereen gelooft hem en dat is het enige. Gewoon, daarom zijn er nu rellen. Ze geven hem wel, ze overdrijven het wel heel erg, maar het klopt wel wat jullie zeggen. Het is een lichtelijke vorm van indoctrinatie. Maar goed, dat is met links net zo goed. Ja, dat zeker waar. Ja. Dat zie je maar op het nieuws over nu, hoe anti-Trump ze bijna allemaal zijn. Ja. Ja, nou ja, maar Trump die heeft ook wel... Hoe heeft hij eigenlijk ook... Hoe vinden jullie dat hij de coronamaatregelen gehandhaafd had in Amerika dan? Dat was gewoon, ja... Hij deed er zelf niks aan, maar gaf wel gewoon andere landen de schuld van. Maar aan corona heeft hij eigenlijk al verloren, want dit heeft hij echt zo slecht gedaan. Ja, maar welk land heeft er niet aan verloren? Nou, je kunt zeggen wat je wilt, maar Nederland heeft het een stuk beter voor elkaar gehad dan Amerika. Natuurlijk kun je Nederland niet vergelijken met Amerika qua grote populatie en alles. Maar hun hebben gewoon niet op tijd gehandeld. Het is veel te ver gegaan daar. Ja, maar weet je wat het ook is? Je hebt daar in Amerika heb je allemaal van die diehard rednecks die gewoon denken van fuck corona. Ik ga gewoon een beetje met mijn familie gewoon een beetje gezellig biertje drinken en zo, weet je? Heb je in Nederland ook wel, maar een stuk minder. Ja, dat sowieso. Maar ik snap het daar ook minder. Ik snap het wel. Ja, zeg maar. Nee. Oké. Nee, ik heb voor zo nog wel een leuk onderwerp misschien. Maar dat komt later wel. Nee, maar ik snap wel waarom steeds minder mensen handhaven aan die coronaregels. En dat zijn niet allemaal mensen die het ontkennen. Maar meer van, hierna moeten we waarschijnlijk nog langer in quarantaine. Ja, dan ga je... Sommige mensen die hebben er echt gewoon van... Hoe lang zitten we in dit gezeik? Ja, bijna. Dat sommige mensen zijn er gewoon klaar mee. En niet omdat corona dan niet bestaat of niet dodelijk is of zo. Maar meer van, weet je, fuck dat. We moeten ook gewoon normaal kunnen leven. Maar ja. Klopt. Mm-hmm. Maar ik snap ook niet trouwens, wij worden onder de 18 toch niet gevaccineerd? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Dat kan wel, maar volgens mij hadden ze gezegd dat het helemaal niet verplicht was bij ons en dat ze waarschijnlijk niet wilden doen, maar goed. Waarom mogen wij nu alsnog niks aan? Want wij vormen dan geen gevaar voor de rest als de rest eenmaal zo snel mogelijk gevaccineerd is. Waarschijnlijk laten ze dan ook alsnog ons langer binnen, laten we eerlijk zijn. Ja, maar weet je wat het is? Ophouden. Weet je wat het is? Het is gewoon, ze doen die vaccinaties eerst gewoon bij alle echt mensen, oudere mensen en mensen in de zorg en zo. Hallo, welkom terug. En daarom is het dus een beetje dat al die jongeren gaan zeuren van ja, en wij dan. Maar uiteindelijk komt het allemaal wel. Maar jongens, je moet gewoon beseffen, weet je, dat die oudere mensen en gewoon die mensen in de zorg die gewoon miljoenen mensen redden, weet je. Die gaat wel voor op een zo'n klein kutjocht die een keertje een drankje wil doen met een paar maten. Dat klopt, maar ja, die hebben ook wel zoveel keertjes gemist. Ja? Wie wil naast de podcast even een potje Minecraft? Om een beetje de sfeer op te bouwen? Doe maar niet. Doe maar niet. Het zijn serieuze onderwerpen. Doe maar niet. Nee. Ja, ik was er even niet bij, dus ik weet niet waar we het over gehad hebben. Corona. Wat anders. We gingen van Trump naar op hoe hij corona heeft aangepakt naar gewoon corona in het algemeen. Ik had tune. Ja, nou ja, maar je weet wel, je hebt nu ook die nieuwe corona die in Engeland ontstaan is, tweede soort. Ja, dus een nigger. Maar en nu... nigger is het ook, hè? Ja. Oké, dat knippen we eruit. Dat knippen we eruit. En goed, deze ga je. Nigger. Oké, okay, op Brian. Even niggers scheldmuziek. Of even scheldminuutje en zo, alles, oké? Okay? Ik heb dat niet nodig. Nigger.
Ga je gang. Kanker. Ik heb dat echt niet nodig. Nee, ja, ik moet me zo hard inhouden. 9, 6, 9, 9. Maar Lars, jij bent ook gewoon een klein kind. Oké, okay, zullen we dan eens even een klein minuutje pakken? Gewoon voor snacks en zo te pakken? Nu. Maar ja, ik heb het gedaan. Snacks en drankjes en zo, dat soort shit. Want... Ik heb het net gedaan. Kom maar jongens, pak maar gewoon wat. Ja, ik pak gewoon wat. Best wel terug. Oké, joh. Hoi. We hebben wel een snelle pauze. Wisten jullie dat Trump ook op Snapchat zat? Nee. Trump zit op Snapchat. Ik krijg ineens, ik zie ineens na Twitter, Facebook en Instagram heeft ook Snapchat het account van Trump geblokkeerd. Waarom is hij geblokkeerd dan trouwens? Ja, dat weet ik niet. Maar hij wordt wel aangespoord. Ze doen wel alsof hij echt gewoon mensen heeft laten lopen roepen. Tuurlijk, hij heeft het wel een beetje aangespoord. Maar ze doen wel alsof hij wou of zo dat al die mensen werden. Of dat iedereen massaal mensen ging vermoorden en zo. Zo behandelen ze hem wel. Ja, maar. Ja. Ze doen bijna alsof het een terrorist is. Ja. Ben jij een terrorist? Ja. Oh. Nigger. Oh, sorry, dat was geld, meneertje, of zo. Wacht tot Vin terug is. Vin zat zo pauze voor naar zijn enige die ging. Hé, jongens, zullen we hierna, na dit uurtje even. Of na het korte. Ik weet niet hoe lang dit is. Dat zien we wel na onze nieuwsberichten. Nou ja, nadat we hier zijn, kunnen we nog van Minecraft spelen. Is iemand open daarvoor? Ja. Ja hoor. Ja, prima. Oh, jij bent alweer terug dus? Ik ben alweer terug. Oké, okay, maar jij ik heb, nog wel, ik heb nog wel misschien een leuk onderwerp. Nou, we gaan weer verder. Ja. Ja, zijn we nog steeds bezig over corona? Of is het afgesloten wel? Ja, je kan gewoon verder gaan hoor. Afgesloten, fucking. Ja, nee, ik moet eerst wat zeggen. Je kan gewoon verder gaan. Wacht even. Ja? Je weet toch wel dat Chicky? Welk Chicky? Van mij voor wat ik zei. De Chicky die jou zo lekker vond? Nou ja, ik weet niet of ze mij lekker, maar ze ging wel me af. Die had mij gewoon eindelijk weer gedm'd, maar dat was zo kort en duur. Ze reageert alweer een uur. Dit wordt allemaal uitgeknipt, hè, Daniel? Ja, dit wordt allemaal uitgeknipt. Oké, okay, en nu weer verder over corona. Finn, wou je nog iets zeggen over corona dan? Nee, niet echt. Okay, ik zei, okay. Ik heb wel een leuk onderwerp. Zo nog leuk. Ja, maar zeg maar. Gaan we verder, Pim. Okay. Ja, ik had misschien nog wel een leuk onderwerp. Dus over die gender, transgenders en gay rights en dat soort shit. Wat allemaal een beetje gevoelig ligt natuurlijk nu. Nou, niet echt nu, maar... De gendered mensen dus. Zo kan je het niet. Dat mag je zelf vinden, inderdaad, maar... Wat is jouw dat lijkt me misschien wel leuk, omdat we misschien wat verdeelde meningen er zo erover kijk, hebben. Kijk, naar mijn mening, je mag gewoon zijn wat je wil. Als je gay wil zijn, succes. Als je transgender wil zijn, succes. Maar ga... Maar ga niets mee ronduiten, zeg maar. Van, je mag gerust dit zijn, je dat zijn, maar je hoeft niet een hele fucking community of speciale dagen of echt uiten of wat dan ook. Dat gaat voor mij wel een beetje te ver. Ik ben tegen transgenderrechten. Sorry? Ik ben tegen transgenderrechten. Waarom kijk, is dat? Voor mij ligt het zo. Doe maar. Als je zelf je gaat van een vrouw of een man naar een vrouw, hè? Je krijgt geen baarmoeder of wat dan ook. Dus eigenlijk ben je gewoon een man, maar dan niet met een piemel, maar met neptieten en een nepkutje. Ja? Ja. Je wordt dus geen echte vrouw, je kunt niet heel veel dingen wat een vrouw hebt, je voelt dat niet. En mensen, je bent minder dan de rest. Laten we heel eerlijk zijn, als je een transgender ziet lopen, zou je hem eerder uitlachen dan een normaal persoon. Oké, okay, ik ben nu in standaard, Forum voor Democratie. Stil is, jongen. En ja, waarom moeten die mensen zo speciaal zijn? Waarom mag jij geen grapjes over maken? Flikker toch op, man. Ja, maar dat bedoel ik dus. Van, je mag gewoon zijn wat je wil, maar dat betekent niet dat je specialer moet voelen dan de rest, zeg maar. Mag ik? Ik ga niet in te harde mening erover uitvoeren. Jawel. Als we hebben, het is, voor mijn gevoel lijkt het alsof het gay en bi en al die dingen zijn, alsof het een soort van nationalisme wordt. Iets waar je trots op moet zijn, iets waar je de hele tijd over moet praten. Ja, dat is het probleem. Ik bedoel, dat gaat te ver. Ik bedoel, het is een nationalisme bijna aan het worden.
Maar dat is ook een probleem. Black Lives Matter. Ik vind dat Black Lives Matter als voorbeeld net al gewoon op zwart fascisme lijkt. Ja, maar dat is ook een probleem met... Iets kan toch niet meer gebeuren? Ik bedoel, jongens, deze moderne democratie mag niet om. Nee, nou, gelukkig zijn we allemaal voor democratie. Zeker. Dit is allemaal democratie. Ja. Maar ja, behalve mijn mening is altijd de SP. Het is een legale partij, dus dat mag erin. Maar kijk, het ding is dus, dat is ook de reden dat steeds meer mensen anti-homo zijn of anti-zwarte mensen, omdat je een tegengroep hebt die zich veel beter voelt dan de rest, omdat zij speciaal zijn. Kijk, dat gaat voor mij weer wat te ver. Kijk, ik vind het zo. Je mag inderdaad zijn wat je wil. Je moet zelf weten wat je wil zijn. Dat is jouw eigen keuze, weet je, dat gaat mij niks aan. Dan, ik heb dat recht niet voor te zeggen dat je dat niet mag. Ja, maar ze kunnen niet meer reproduceren, gast. Tuurlijk wel. Nee. Tuurlijk wel. Je hebt altijd nog wel gewoon hetero mensen. Er staan altijd mensen open voor de adoptie en zo. Dus dat heeft geen probleem. Ja, Ryan, het is niet dat iedereen in de wereld in één keer gay wordt, hè? Nee, precies. Wacht maar over 20 jaar. Gast, wanneer denk je dat de eerste homobeweging plaats heeft gevonden? Heel lang geleden. Letterlijk precies na de Tweede Wereldoorlog. Homo's. Die blijft er wel in, hoop ik. Oh, weet je waar ik achter ben gekomen? Wie is de rijkste man van de wereld, jongens? Elon Musk. Ja, sinds vandaag is Elon Musk de rijkste man ter wereld geworden. Oh, ja. Lekker man. Hij heeft Jeff Bezos. Kut Zuid-Afrikaan, man. Kan hij echt niet hebben, hè. Hey, maar boys, even, we zijn toch wel in een podcast over waar rechts en alle rechtse grappen die eigenlijk een beetje te ver gaan, laten we dat toch ook gewoon in. Nee, want dan krijgt Daniel problemen, dat gaan we niet doen. Het gaat over YouTube, hè? Je mag rechts zijn, maar niet extreem rechts dat je grappen gaat maken over negers. Je mag niks zeggen over white power, over negers. Maar zoals, kennen jullie de roddelpraat en zo? Die gaan toch ook wel ver? Kijk, je mag niet praten over negers, over white power. Maar dat doet Ryan wel. Ja. Dat doet Ryan wel. Daarom dacht ik ook van waarom zit Ryan erin? Want dat gaat echt niet goed komen. Ja, daarom. Nee, maar zoals met roddelpraat en zo, zulke opmerkingen kan toch nog wel. Zeg maar net op het lijntje. Ja, maar dat kan wel, maar Ryan die gaat steeds verder. Ja, zo'n die homograp en zo, die moet eigenlijk wel gokken. Oh nee, die mogen gewoon blijven hoor. Dan ja, hoor, dat kan ook. Dat kan wel gewoon blijven, maar je... Ik snap dat je geen narcistische dingen op YouTube maar slaan even... met je eigen alles. Nee, maar kijk, gast, als we het hebben over Elon Musk en meteen zegt Ryan, kanker Zuid-Afrikaan kan ik niet hebben. Ja, oké, dat vinden mensen die Daniel kijken leuk. Leuk hoor. Echt weer links dit. Op je bek, Ryan. Iedereen zeggen okay, vier meneer. Iedereen even oké zeggen. Oké. Sex. Nee, in de chat. In welke chat? Gemaakte makkers. General. Wat is er dan? Ja, Ryan zit te klagen dat ik links zijn dat hij stopt. Zal ik zeggen beter? Hij is een beetje boos. Hij is een beetje boos. Oké. Eerste deelnemer weg. Lekker man. Hier, wanneer? Oké, dus we gaan zo doen. Ik lief. Oké. Zeg iedereen doei. Iedereen doei. Kanker op. Oké. Als schone man. Ja, goeie grap. Ik ga... Oké. Maar als het... Black Lives Matter. Black Lives Matter. Daniel niet aan het... knippen was, dan was zijn arc verwijderd door jou. Dus, ja. Ik zeg één ding. White power. Dus. Ah, we zijn eigenlijk al een half uur bezig en er is nog niks nuttigs uitgekomen. Nee, en door wie komt dat? Ryan. Niet door mij. Ja. Oh, niet door mij. Als je asfalt eet, is een kaasje, maar als je cement eet, dan eet je dus melk. Goeie man, hè? Gooi me er nu in. Okay. Zeg iedereen nee. Zeg nee, kom erin. Oké. Kom kijk, kom dan. Jongens, hier gaat hij. Hier komt hij. 3, 2, 1. Hoi. Hey. Hey. Goeiedag. Heil schoenen, man. Heil schoenen. Heil schoenen, man.
Black Lives Matter. Wanneer je merkt dat je muis zwart is, op de knie, op één knie, hand omhoog. Dan moet je hem toch juist als slaaf doen? Oh, Daniel, die gaat zoveel knippen. Dat maakt er gewoon in, wat is daar erg aan? Nee, gewoon deze hele discussie. Dat heeft niks met podcast te maken. Dat heeft niks te maken. Maar zulke opmerkingen mogen wel. Nee, maar dit houden we buiten, want dit is gewoon, dit heeft geen nut op. Dat is goed, alleen Ryan praat niet. Nee, Ryan, heb je nog commentaar? Nee, ik ga helemaal niks meer zeggen deze hele episode. Oké, dan kan je er ook net zo goed eruit. Nee. Nou, dan ga je wat zeggen, anders kan je er net zo goed uit. Je weet dat ik zeg maar best wel even geïrriteerd ben, dus... Okay. Iedereen weer ook. Misschien ben je helemaal erg. Zeg oké. <okay. laughs> Iedereen wil oké zeggen. Oké. Ik ga sterk. Eerlijk, wat is dit heerlijk, jongens. Zeg iedereen, zeg oké, gewoon blijven zwemmen. Kijk wat ik stuur. Oké. Jongens, hoe gaan we dit nu doen met de recording dan? Moet Daniel echt alles knippen? Ik kan heel veel stukken eruit knippen. Ja, precies. Oké, gaan we weer verder? Zullen we gewoon Daniel even negeren? Prima. Oké. Maar nog even terug op dat van dat homo-achtig iets. LGBT. Nou, mijn mening was een beetje over van je mag zijn wie je wil zijn, maar net zoals Dominique, dus ben je eigenlijk een beetje van gewoon, ja, doe niet zo fucking gay op internet. Letterlijk dat. Doe niet alsof je speciale bent dan net. Ja, precies. En met trans, weet je, ik heb respect voor die mensen die gewoon van gender veranderen van hij naar zij, zeg maar. Maar al die neopronouns en non-binary gender fluid shit, dat moet je gewoon optieven. Ja, ik vind inderdaad wel, je mag als jongen wel op jongen vallen en als meisje op meisje, maar als je gewoon bent geboren als man, moet je dat gewoon accepteren. Ik vind niet dat je jezelf moet laten ombouwen, dat soort toestand, dat vind ik gewoon te ver. Daarom maakt jezelf ook minder. Ja. Zeg maar, je zegt al genoeg over hoe zwak je bent. Mm-hmm. Nee, hoeveel rechtse transgender mensen zouden er zijn? Weinig. Ik denk dat ze er wel bestaan, maar heel weinig. Er is wel één homo die rechts is, hè? Heb je dat gezien? Ja, Slijptol is ook rechts. Ja, nee, ik kijk op een nieuwsbericht van Telegraaf. Dan zie je al, als rechts transgender sta je best alleen. Bijna, ja. 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 Maar ik denk wel, dat het zou wel lijp zijn als we een rechts transgender ooit een keer kunnen vinden. Ja, maar er zijn wel rechts transgenders, denk ik, maar gewoon niet zoveel. Ja, daarom. Maar als die er waren... Ik zeggen, dit is als een serieus iets, maar ik heb wel een... Het klinkt misschien enorm grappig en misschien... Maar ik heb ooit een transgender gezien met... Dit klinkt heel erg debiel en nazistisch, maar ik heb een neonazi transgender een keer gezien. Nee joh! Nee joh! Dat geloof ik. Ja, dat is echt niet... Afslagen die hap. Dat was een... Gewoon niks. Nee, neonazi vind ik gewoon niet kunnen. Het is een neonazi, dat is sowieso iets. Maar dan is het een transgender. Dus je had zeg maar dan die LGBT-vlag zag je hangen en daaronder zag je zo'n fascistische vlag, snap je? Oh, maar besef je wel dat alles waar hier over zeg maar voor stond, was dat ik tegen wat zij wou zijn. Volgens Hitler moest gewoon dit zijn. Of zijn mythe. Hitler had gewoon het liefst Arius. Huh? Ja, maar hij was zelf ook geen Ariër. Nee, dat is het hele punt. Nou ja, dat kan zo'n Ariër zijn, weet je, maar... Ja, hoe dan ook. Alsnog is hij dan een transgender, en dan ga je alsnog iets over die... Daniel gaat veel knippen deze episode. Oh god, de verkiezingen zijn er ook weer, hè, in maart. Ja. Allemaal voor een foto, denk ik. Iedereen? Nee, maar weten we... Kijk, weet je wat het ding is? Iemand, zo'n bedrijfseconoom, die zegt... Wij moeten niet voor een partij stemmen, maar tegen partijen gaan stemmen. Wat is dat nou weer, hoor?
Dan krijg je meer grotere, zeg maar, aantal mensen die gaan stemmen. Ja, maar iedereen kan een partij maken voor 10.000 euro. Ja, maar dan mag ik even eerlijk zijn, hè. Hè? Ja, al hebben wij bijvoorbeeld een, ik ben niet een linkspersoon die op PvdA stemt, maar als wij bijvoorbeeld een partij zoals PvdA half in de overheid hebben, rechts-rechts, hè. PvdA, die zou meer voor de ziekenzorg zorgen, hè. Snap je? Ja. Maar ik denk wel dat het wel klopt, want wat die man zegt, want ik denk als we niet voor een partij gingen stemmen, maar tegen, ik denk dat er meer mensen tegen de VVD zijn dan voor. Dat klopt. Ja. Ik denk dat niet dat de volgende verkiezingen VVD zou winnen als we tegen een partij moesten stemmen. Nou, misschien, misschien moeten we het zo doen als net zoals in Amerika, dat er gewoon een linkse partij is en een rechtse partij en... Dat Nee. Een directe... Nee, sorry, dat gaat nooit werken. Ik ben het met Forum mee eens. Maar die directe democratie, die werkt niet. Kijk maar naar Amerika, wat een troep land dat is, man. Chaos, alles. En in iedere staat heb je ook nog één van die twee partijen. Nou, ik denk niet dat we in 12 provincies dan 7 keer dat, de PVV... Dat is wat we nou... Daniel, wij hebben in dit land een indirecte democratie. Wij hebben volksvertegenwoordiger. En die volksvertegenwoordiger doet het werk voor ons. Daar vote je op wie je wil. Twee partijen werkt daar echt niet. Ik bedoel, dat is die, het is zo onstabiel in die zin. Als wij kunnen een perfecte overheid maken. Door bijvoorbeeld als wij voor meer voor de ziekenzorg willen, kunnen wij meer linkse partijen nemen in de overheid. En dan willen wij toch een beetje die rechtse liberale overheid, deels. Zoals, dan heb je weer de VVD, Forum, PVV, et cetera. Wij kunnen een beetje schuimelen. Een beetje alles door elkaar doen, zodat we een beetje een perfecte overheid kunnen creëren. Die gewoon... wel werkt, snap je? Een perfecte combinatie, snap je? Juist, zo ja. Maar je zal nooit een perfecte overheid hebben, want er zullen altijd wel van die gekken tussen zitten die gewoon het weer verpesten. Ja. En zoals Denk vind ik ook wel weer een partij van... Ja. Een partij van twijfels. Mm-hmm. Een partij van depressie. Nee, maar ik vind partij het van, wel een nog wat. Partij van... Een partij van... ik weet niet meer. De partij ja, van mijn ouders die zeggen me nog zo vaak. Ja, mijn familie is zo vaak gezegd. Ik vind wel CDA's ChristenUnie. CDA's ChristenUnie. Maar die is even leuk. Hé, hey, maar ik denk sowieso als je, dat je demonetized wordt door die intro, nee, Daniel. Nee, kan mag hoor. Wat, dat hij white power zegt bedoel je? Nee. Dat mag niet. Nee. Ja, maar hij kan het knippen, hè. Besef je dat even? Ja, ik kan dat gewoon knippen. Hij heeft niks gezegd. Dit gaat hij ook knippen namelijk, dus. Misschien wel. Nee, dat lijkt me wel logisch. Anders hoor je alweer white power. Zo mooi. Oh, ik word gek van die kut tv-programma's op tv, want heb je op de fucking zondag heb je dan weer 50 leuke programma's. En dan heb je op een maandag gewoon helemaal niks. Weet je waar ik gek van word? Die fucking Meilandjes. Ik kan niet tegen dat soort... Ik vond het in het begin nog wel leuk, maar nu denk ik ook van, nu wordt het gewoon te geforceerd. Ja, maar ik krijg nu veel te veel aandacht, joh. Dat ook. Ik doe in het begin, de eerste seizoen, dat hij ook de televisiering won. Ik vond het wel grappig, maar nu denk ik... Ik vond het idee van dat hij verbouwen wel leuk en zo, maar dat is nu wel een beetje over, hè? Vind je niet? Nu is het meer van, de lach is weg, die komt te laat, pakketjes niet binnen van de lach. Ja. Dus als je nou blijft hangen. Ja, dus nee, ik denk niet dat überhaupt nog iets leuks gebeurt met Meilandjes eigenlijk. Nee. Daniel, nu komt de grote vraag. De grote vraag. Heb je al YouTube monies gekregen? Of ik YouTube monies heb gekregen? Nee. Ja. Nee. Minimaal 1000 of zo, toch, abonnees? 100.000 weergaven, 1000 abonnees. Ja, dan kun je ongeveer starten met geld verdienen en zo. Ja. Maar dan is het ook echt maar een paar euro. Ja, even zien, vroeger was dat anders. Dan kon je tenminste zien hoeveel je ongeveer zou verdienen. Nou, ik verdiende echt maar 1 cent of zo. Oké, die houdt zijn bek eventjes. Ik verdien nog steeds ook geen geld, want ik verdien alleen nog geld via Spotify en dat moet nog eventjes gebeuren. Moet nog even een maandje wachten. Oh ja, want jij doet inderdaad met muziek, toch? Ja. Juist, wacht. Ja. Ja, wacht, misschien kan ik wel kijken of ik geld verdien. Nee, laat maar toch niet.
Analytics, dacht ik. Ryan, doe die gitaar eens weg. Oh. Dank je. Het is wel kut dat we niet copyright muziek kunnen doen. Maar is een karaoke versie van Het is een Nacht ook copyrighted? Ga je nou zingen? Kunnen we het alle karaoke doen? Kunnen we Never Gonna Give You Up doen of ben ik dan weer uit de kal gekikt? Het is een nacht. Nee, dan wordt Daniel, krijgt Daniel geen geld met onze shit. Nee, Het is een Nacht karaoke versie. Dat is niet copyrighted, zie je. Ja, alsjeblieft. Ah, boeien man, hij krijgt toch al geen geld. We kunnen het net zo goed doen. Nee. Dan verdient hij toch sowieso nooit geld. Hij verdient toch nooit geld. En dan moet je kneus er ook weer uitknippen. Godverdomme. Met z'n allen. Ze vragen. Nee. Die kneus. Sorry hoor. Nee, Lars. Dat nee. Vind ik wel eventjes. Dat vind ik wel Daniel erg. Volgend onderwerp. Daniel mag weer lekker veel knippen. Ik mag weer lekker veel knippen. Ja. Ze jongens, of jongens, ik jongens. Zin jongens zin Lars, uitknippen. Kijk, Lars. Kijk, de schemering. Er ligt door de raam. Maar, weet je wat deze week weer... Ik ga foto's sturen van Fat Free Nectars. Weet je wat deze week weer begint? Op dit weekend. Nou, voetbal. Voetbal, jongen. Hey. Voetbal. Oh. Kom, man, raken ze. Het is een club. Bosch, het is een club van Lorenzo. Het is een club. Hier wordt bezongen in een mooiste lied. Dat is... Lars, als je ze doorgaat, moet ik je ook eruit kicken. Hè? Dat zou ik zing dat liedje alleen maar. Ja, niet doen. Copyright. Het is één zin. Doei, Lars. Kijk wat ik jullie heb gestuurd. Allemaal van die dikke... Duitse mooie, hele mooie, normale, neutrale Duitse federatievlaggen. Gewoon de Duitse bond. Niks anders. Niks, niet meer, niet minder. Exact, gewoon neutraal. Sorry, excuses. Een vriend. Maar dat zijn van die fat reenactors, weet je wel. Bro. Wat een goede podcast wel, heel serieus. Ja, omdat Lars eerst vernukt Ryan, het nu vernukt Lars het. Ja. Lars back houden. Oké, Daniel, die mag je er ook weer uitknippen. Ja. Oké, weer is een onderwerp, jongens, kom op. Nou, dat zei ik dus net. Voetbal begint weer, jongens. Voetbal, ja. Hey, weet je meteen welke wedstrijd? Nee. Heerenveen! Oh. De grote dit weekend, weet niemand dat. Geen flauw idee. Ajax-PSV. Ik volg geen voetbal helaas. Ajax-PSV, ben ik de enige hier die voetbal volgt of wat? Ik volg nou Ajax? Nee, ik volg niet Ajax, maar als Ajax-PSV speelt, ja. Het is speciaal een Ajax-PSV. Dat is de topper van de Eredivisie. Dat zijn twee homoclubs, ja. Dat is de nummer 1 tegen de nummer 2. Oh. Nu is het in één keer geweldig. Ik ga even een paar seconden mute, jongens. Maar Daniel. Ja? Heerenveen staat 8e. Heerenveen staat 8e? Ja. Heracles 12e, Vin. Sst, daar gaan we niet over praten. Voor Heracles. Ja. Vieze Calimero. Ja. Staat 7e. Ja, jullie doen het netjes. Jullie staan 7e. En Ryan's clubje staat 5e. Is dat voor AZ? Nou, gast, hij woont in Alkmaar, denk ik wel. Dat denk ik niet. Ik denk het niet. Maar Ryan, wat volg je wel? Wat is je club? Oh ja, vroeger was ik wel een Ajax-iet, hè? Nee, ja. Kik hem! Nee, grapje. Mijn team nog leuk. Als ik wil AZ, hè, dat zijn nou, ik woon vlakbij Alkmaar, hè, in een dorpje. Kun je opzoeken, Egmond. Maar echt een toeristendorp, weet je wel. Vol met Duitsers, eigenlijk. En toeristen. Mainly Duitsers. Ja. Ja, maar ja. Dat dacht alleen jij aan, maar Alkmaar is weer een baas. Ik kom er vaak vanwege vrienden en zo, weet je, maar. Het is toch wel weer een totaal andere wereld dan waar ik woon in het dorp jij gaat. Ja, maar jij gaat dus nooit naar een voetbalwedstrijd? Jawel, ik ga regelmatig wel naar Ajax. Ik denk niet dat de mensen hier daar blij mee zijn. Ik heb wel een andere serieuze vraag, hè. Even een goeie. Waar wonen jullie liever, in een dorp of in een stad? In een dorp. Nou, eigenlijk, ik ben liever in Nijverdal dan in Enschede, dus. Ja? Nou. Ja, omdat ik in Enschede nergens heen kan.
Want, oh ja, maar gewoon verder, los van dat, zelfs dat zou niet zijn. Geen idee. Eigenlijk, nee, ik vind de stad wel prima, maar ja. Een dorp is heel vrij. Dominic, woon jij nu in een stad of in een dorp? Ik woon in Enschede, hè. Ja, Enschede, echt Enschede, Enschede. Ja, Enschede, Enschede. Twente, Enschede. Huisjeshuis. Mm-hmm. Zijn niet al die huizen in Enschede echt gewoon 2 euro? Ja, heel goedkoop. Echt heel goedkoop. Nee, maar het is ook zo, als je een huis, bijvoorbeeld dit huis, is dan iets van 200.000. En als je eentje van 200.000 in Amsterdam neemt, dan krijg je daar een kleinere huis dan hier. Ja, maar in Amsterdam is misschien een huis of 700.000 of zo, net als jouw huis. Dat kan je zeggen, hè. Ik woon in een van de duurste huizen gedeeld. Ik woon in een van de duurste gemeentes. Gemeente Bergen. Ja, ik ben ook wel. Ik woon in zo'n kakkerbuurt, hè. Mijn huis is echt. Ik heb een best groot huis. Maar nu ben je achtergelaten door je ouders omdat niemand je maakt. 700 meter achtertuin. Dus zijn jij wel? Kilometer. Maar wat bedoel je? Wat probeer je mee te bereiken? Ja. Ik probeer die mee te flexen, dus. Ja, dat is. Waar je geld hebt. Ja. Wanneer je ouders geld hebben. Nee, ik niet mijn ouders. Nou jongens, wanneer komt onze meeting dan? Als ik weer weg. Kom bij mij jongens, ik kom in de zomer bij mij, want ik krijg een zwembad. Ja, ik heb goed, al een zwembad. Ik heb al een zwembad, kill. Ja, dat is niet hetzelfde jongens. Met z'n allen naar Alkmaar. Ja, ik heb maar een buiten zwembad en ik krijg een buiten ingebouwd zwembad. Ook met z'n allen naar Alkmaar. Luister, mag je nog steeds niet weg? Nee. Nou, hoe lang nog niet? Sowieso nog wel even. Finn, mag jij weg? Ja, ik mag weg. Mag je ook bij jou? Nee, jullie wachten gewoon op mij. Nee, maar ik wil niet de hele tijd binnen zitten. Finn, mag je ook bij jou binnen? Nee, dat niet. Hoezo niet? Omdat mijn moeder, denk ik, liever niet zo iemand als jij, Noah. Nou, hoezo mag jij weg? Heb jij je moeder wel? Heb jij je moeder verteld over mij? Ja, Daniel, wat heb je gezegd? Van jezelf weg. Ah, die shit met Tessa, daar was je niet heel blij mee. Nou, dan kan ik toch zelf uitleggen, of niet? Is Tessa. Ja, nee, maar daar hebben we geen zin in. Zoek maar, want je moet toch ook een keer met Na ook maar, of niet? Ja, dus. Nee, maar ze zei van prima als je met hem afspreekt, maar doen we maar niet bij ons. Oké, maar Dominique, ik ga even iets aan jou vragen, maar het vraag ik even in je chat, oké? Is in de chat? Ja. Goed. Nee. Wat is het? Nee. Ik denk niet dat ik heb wat jullie denken dat ik heb. Oké. Okay. Wat heb je aan? Oh! Mr. S. Zo, hè? Broeders? Ja, nee. Dat kan maar vast beginnen met editen. Ja, man. Maar hoe is de Germaanse Makkers eigenlijk ontstaan? Oh, heel simpel. Luister. Uit die monetization groepen. Uit een extreemrechtse groep. Mm-hmm. En toen dacht ik van, wat nou? Daar zaten heel veel mensen in van mijn school, zeg maar. Toen zei ik van, wat als ik nou een speciale Enschedese versie hiervan maak? Ja. Dus ik had toen de Twentse Makkers gemaakt. En dat deed ongeveer een half jaartje of zo. En toen dacht een andere kneus. Maar toen kwam ik erin. En nee, Ryan, hou je bek nou eens. Omdat ik niet Twents was. Laat mij eens uitpraten. Dus ik had toen dat gecreëerd. Toen ging zo'n andere kneus van mijn groep. Die dacht zo heel leuk van, oh, ik ga deze groep een beetje nakken. Dus wat doe ik? Ik gooi mensen van die ene groep, van die rechtse groep erin. Ik gooi Jeroen erin. Ik gooi Daniel erin. Ik gooi Ryan erin. Hey, ik weet niet hoe Lars en Pin erin zijn gekomen. Zeg ik ook meteen. Via invites. En Ryan had ik toegevoegd. En zo werd Germaanse Makkers gecreëerd eigenlijk. Maar weet je wat het was, Dominique? Ik had jou in contact. Zei, wij hebben al een keertje eerder ruzie gehad. Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik weet niet wat het was, maar wij hebben wel een keertje ruzie gehad. En toen, ja, dat was wel grappig. Maar ik weet echt niet meer wat het was. Maar via Insta. Waarschijnlijk heb ik jou gewoon gedm'd. En vond ik dat mooi. Maar vond ik wel mooi. Ja, en maar Jan Julius vroeg dus ook of een Germaanse Makkers wou. Want hij zei dat het een donders mooi groepsapp was. Dat is denk ik ook al wel meer dan een half jaar geleden. Mhm. En
Ja, ik was gewoon meteen altijd actief. Ja, klopt. Ik ben zelfs toen nog een keer geliefd, maar ik ben teruggekomen. Ja. Maar... Maar Daniel, zijn wij nou de enige niet Twente? Ja. Rajan. Jij, ik en Jeroen. Rajan. En Kai. Kai ook. Is Kai, ja, ik bedoel, Kai die komt uit Limburg. Limburg? Ja. Het ging van podcast naar gewoon chillen. Eigenlijk wel. Ja, podcast is wel chillen, alleen met limieten. Mm-hmm. Dan gaan we nog ergens iets... Heeft iemand nog een onderwerp, jongens? Ryan, doe dat ding weg. Ik kan wel even zoeken, maar ik kan niks beloven. Je moet zo ook een keer gaan, waarschijnlijk. Ik ook. Tja. Dus daarom, heeft iemand nog een onderwerp? Hier trouwens voor Minecraft sessie. Daniel, we kunnen ook gewoon een Minecraft sessie voor je kanaal opnemen, zo. Nee. Ja? Ik heb gisteren al, of eergisteren al, met... Boeien, nog een! Boeien! Nee. Oh jongens, ik moet gaan. Was leuk. Wacht, laat gewoon eerst even de outro doen. Nou, Ryan, of wie praten? Iedereen back houden. Ja, outro en boom. Outro. Daniel. Nou ja, dit was dan onze podcast, denk ik. Een beetje kort, vind ik, persoonlijk, maar goed. We hebben meer onderwerpen volgende week. Ja, het was hem niks. Het is de eerste episode, hè. Dus we moeten even inkomen. Waar Ryan, hou je bek met die gitaar. Zo. Zo. Nou, cool. En we wensen jullie nog een fijne dag, avond of wanneer dit ook geüpload wordt. Ja. En tot de volgende keer, mensen. Goedendag. We wensen jullie nog abonneren. Oké, okay, nou, doei. Kom maar. Oké, okay, tot later. Tot later erin, dan laten we erin. Ja. Oké, maar...